je dan ook het punt dat ze zeggen, ja, we gaan nu met een bemiddelaar die eigenlijk de stikstofplannen heeft gemaakt. Dus we weten wel aan welke kant die staat. Ja, weet je, ik ben niet goed genoeg ingelicht van zijn positie, wat zijn connectie met boeren precies is. Maar ik denk dat misschien dat hij het stikstofplan heeft opgesteld, zegt misschien ook wel iets dat hij juist weet waar er, zeg maar, hoe noem je dat? Wat de wiggle mogelijkheden. Room is. Ja, ja, precies. Waar een beetje te bemiddelen valt. Precies. Wat dat betreft. Ja, ja, ja. Ik ga ook even naar de bellers. 020-468-4x0. Het breekijzer is, de boeren moeten in oplossingen denken en om tafel gaan met Remkes. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent oud-bioloog ook. Hoe zit je wat dit betreft in dit breekijzer? Ja, moet u luisteren. Het is namelijk zo. Ik ben oud-bioloog. De boer is niet alleen de schuldige. De boer is misschien voor mijn idee voor hoog uit 25% de schuldige voor het stikstofprobleem. Maar het stikstofprobleem zit hem ook verder. Want wij zitten bijna met 20 miljoen op een heel klein kaalstukje. En de mens is gelijk ook een zoogdier. En we produceren ook een hele hoop stikstof. Ik vind wel dat er ruimte moet komen, maar niet voor Remkes, maar voor onder andere voor Veerman. Die weet waarover dat hij praat. Remkes weet dat niet. Dat is gewoon een dwaler in Den Haag. Die weet dat niet. Maar de boer alleen de schuldige geven, dat is totaal fout. Dat is totaal fout. Want in de bosatlas hebben we helemaal in het begin al geleerd dat de mens ook een zoogdier is en stikstof veroorzaakt. Ja, en misschien dus, nog veel meer dan een boer. Samenvattend, u zegt er moet overal gehaald worden wat dat betreft, ja, om het te reduceren. Ja, 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 en Veerman zou wat u betreft moeten gaan praten. Dank u wel, Martijn, voor de reactie. Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Met die vorige sprekers ook ben ik het wel mee eens. Remkes is toch meer een mannetje die op de hand is van het kabinet. En tuurlijk, er moet gewoon wat aan gedaan worden. Kijk naar Tata Steel. Ik bedoel, dat is een veilig iets. Mm-hmm. Tuurlijk, er moeten dingen geregeld worden, maar het komt bij Nederland altijd in één keer op als poepen. Ze willen de beste van de klas zijn. Ze zoeken weer een stok om mee te slaan, dus dan pakken ze die boeren. Maar vind je dan wel dat de boeren nu om tafel moeten gaan en dus even moeten stoppen met protesteren? Nou, zeker. Ze moeten zeker gaan praten, maar wel met iemand ook die er wel weet van hoe van de hoed in de rand, en als het ware. Niet een Remkes. En ik vind ook, kijk, die protesten, ik ben het helemaal mee eens, ze hebben recht ertoe, maar dat ze mensen gaan bedreigen en met asbest tijdens die protesten in het fik steken, dingen wat ik hoorde, ja, dat schiet niet op. Ze vergallen het voor de mensen, de hardwerkende boer die wel demonstreert. En ja, dit schiet gewoon niet op. Laten we gewoon dat ze een oplossing zoeken, en er zijn meerdere dingen. Ik zeg ook, ze hadden dit probleem, wisten ze al 20, 30 jaar geleden. Ja, sinds de jaren 80 speelt dit al. Ja, dat is wel algemeen bekend. 40 jaar. En nu in één keer komt het op als poepen. Moet het in één keer over 8 jaar... In ieder geval komt het op. Het kan ook zo zijn dat de vorige kabinetten er niks aan hebben gedaan. Hè? Of in ieder geval minder. Tuurlijk. Dat die het voor zich uit hebben geschoven. Dat is ook zo. Maar ik bedoel, dan kan je niet verwachten dat het in één keer stel op sprong opgelost is en in orde is. Want als je dus zegt, die boeren van nee, we kopen je uit, en dan gaan de boeren die langs de grens wonen, die gaan 500 meter, gaan ze naar Duitsland toe, en dan gaan ze vrolijk verder, en dan de wind waait nooit naar Nederland. Dan krijg je dat toch ook. Dus ik Robert, vind dit is gewoon weer een stok om mee te slaan. En ik hoop dat het normaal opgelost wordt en dat ze geen gekke dingen meer gaan doen waar anderen last van hebben, laat ik het zo zeggen. En dat, ja. Dankjewel voor jouw reactie, Robert. We gaan nog heel eventjes naar René. René, eens of oneens, de boeren moeten in oplossingen denken en om tafel gaan met Remkes? Zeker, daar ben ik het mee eens. En waarom? Ik denk dat ten eerste is het al een paar keer gezegd, het is al jarenlang een probleem, maar we vergeten ook dat de EU namens de belastingbetaler ook gigantische subsidies aan de boeren, met name aan de veeboeren, heeft gegeven. En ik denk dat het langzamerhand is tijd is om dat ook in kaart te brengen. Dat is zonder ons medeweten of zonder ons bewuste keuze te maken, is dat wel uitgegeven. En
Ja, ik vind dat eigenlijk elke sector moet meebewegen naar een nieuwe transitie. En ik zou niet weten waarom de boeren daar een uitzondering op zijn. Dus ik denk dat ze echt, ze mogen blij zijn dat ze aan tafel mogen. Het kan ook, had ook een decreet kunnen zijn, zoals andere sectoren soms worden gezegd van dit kan niet meer zo. En dat wordt per zoveel, 2024 wordt het opgeheven. Ja, zij krijgen nog een kans om er iets uit te halen. En het lijkt mij een hele mooie opening om verder te gaan in een groene transitie. René, dank je voor jouw reactie. Ik zie Gert-Jan, die zegt dat de overheid eerst zelf orde op zaken moet stellen wat betreft de communicatie. Dus die is het oneens. En Petra is het ook oneens, want die zegt boeren die onteigend worden. Dat plan is niet te bevatten. Het rapport is niet reëel. En de methode en resultaten die zijn fout. Dus wat haar betreft is er meer onderzoek nodig. Naar Dick Allewijn, emeritus hoogleraar mediation aan de VU Amsterdam. Allereerst, wat vindt u van de reactie van de heer Veerman die we zojuist hoorden? Er moet wat te onderhandelen zijn, maar de doelen moeten hetzelfde blijven. Wat vindt u daarvan? Ja, de heer Veerman is beschikbaar. De eerste conclusie die ik trok. De volgende, ja, hij heeft heel verstandige woorden gezegd en ook zijn best gedaan om de gemoederen tot bedaren te brengen. De boeren moeten het vertrouwen krijgen dat ze ertoe doen, heb ik even als steekzin opgeschreven. En dat, ik denk dat dat heel erg waar is. Tegelijkertijd heeft de heer Veerman ook al ideeën over hoe de uitkomst van het onderhandelingsproces dan zou moeten zijn. En ik denk dat, het proces stapje voor stapje zouden moeten gaan opbouwen. Mm-hmm. En nog niet te veel over oplossingen gaan denken, maar eerst over wat is er afgelopen weken gebeurd? Wat is er in de communicatie fout gegaan? En erkennen wij elkaar als gesprekspartner? Ik denk dat dat in dit stadium eigenlijk het belangrijkste is wat eerst moet gebeuren. Ja, en doet de overheid dat goed genoeg vanuit het kabinet om deze eerste stappen goed te kunnen zetten? Nou ja, de overheid heeft denk ik een paar dingen laten liggen. Nog eerst even op het gesprek van daarnet reflecterend. Mm-hmm. Er is natuurlijk een democratische legitimatie voor het nemen van maatregelen in het stikstofdossier. Dat is helder. Dus het kabinet kan gaan besturen. En dan is de vraag, hoe gaan ze besturen? Nou, dan hebben ze hun hand overspeeld, denk ik, door een kaartje te publiceren waarvan iedereen nu zegt, dat hadden ze beter niet kunnen doen. En waarvan ik ook de heer Veerman heb horen zeggen, goh, als ze dat nou eens eerst eens even terugtrekken en daar excuses over maken, dan is er al misschien wat kou van de lucht. Mm-hmm. Toen is er ook nog een eenzijdige handeling gekomen in het aanwijzen van de heer Remkes. Nou, je hoort uit de reacties ook dat dat is mensen ook niet ontgaan. Dus er zijn twee eigenlijk eenzijdige stappen door de overheid gedaan. Alsof de overheid kan besturen zonder de bestuurden erin te betrekken. Nou, dat kan in geen enkel dossier, maar dat kan hier dus ook niet. En wat we in die boerenacties hebben gezien is dat ze in allerlei toonaarden hebben laten merken van hallo, je kan niet eenzijdig ons maatregelen opnemen zonder rekening te houden met onze belangen. En we hebben niet het vertrouwen dat er voldoende met onze belangen wordt rekening gehouden. Ja, maar kunnen we dan ook stellen dat er vanuit de boeren nu ook wat water bij de wijn gedaan moet worden en dat ze gaan praten? Want voor in ieder geval sommige delen van die boerengemeenschap, de aanhang bijvoorbeeld van Farmers Defence Force, die lijken wel gewoon soms een beetje als zo'n, om het een beetje oneerbiedig te vergelijken, een klein kind dat maar blijft zeggen van ik wil niet eten, ik wil niet eten. Dus die eet niet. Dat is het eigenlijk een beetje. Ja, het is natuurlijk sprake van een geëscaleerd conflict. En daarin heb je natuurlijk ook de meest geëscaleerde groepen en de meest geradicaliseerde groepen. En die, die zijn het moeilijkste tot de onderhandelingstafel te brengen. En is daar nog, ziet u nog wel mogelijkheden om bijvoorbeeld ook Farmers Defence Force aan de tafel te krijgen? Ja, maar dat is dan voor veel later. Hè. Dus wat we nu zouden moeten vieren is eigenlijk dat, als ik het goed begrepen heb, onze premier met de voorzitter van het LTO heeft gebeld en heeft gezegd, goh, we gaan, kom aan tafel zonder taboes. En dat de voorzitter van het LTO heeft gezegd, oké, dat doen we, maar dan in een verkennend gesprek. Dus we moeten eerst in een verkennend gesprek kijken of er wat te onderhandelen valt. Dus er wordt, en wat moet er dan in zo'n gesprek op tafel komen? Nou, als ik zo de reacties hoor, ook in deze uitzending, dan zou de persoon van de heer Remkes, die zou, of dat de meest geschikte bemiddelaar is en de meest neutrale bemiddelaar, of dat er iemand naast moet die door de boeren vertrouwd wordt, dat zou een onderwerp kunnen zijn.
Een onderwerp zou ook kunnen zijn de verschillende voorwaarden vooraf die gesteld zijn. Ik heb de heer Veerman daarnet ook een paar horen noemen namens het LTO bijna. Maar het kabinet heeft natuurlijk ook bepaalde voorwaarden vooraf. Hè. Accepteer onze doelen is een van de voorwaarden. Dus als je echt er moet meer inhoud worden gegeven aan die kreet zonder taboes. Mm-hmm. Gaan al die voorwaarden vooraf van tafel. En gaan we van scratch af aan een onderhandelingsproces beginnen vanuit de wederzijdse belangen. En vooral, en ik denk dat ook heel erg nodig is om te benoemen, vanuit het gezamenlijk belang. Gezamenlijk belang vanuit de samenleving of het gezamenlijk belang vanuit de boeren en de samenleving? Nou ja, en vanuit de onderlinge afhankelijkheid. Hè. Dus je kan als overheid niet besturen zonder de burgers mee te nemen, in dit geval de boeren. En je kan als boeren ook niet in een samenleving leven zonder dat je de overheid als overheid erkent. En dus die erkenning over en weer van wij hebben elkaar nodig en wij geven erkenning op elkaars posities en gaan vanuit die verschillen kijken naar onze gezamenlijke belangen. Dat zou eigenlijk het proces moeten zijn. En nog